welkom. Het is een tijdje geleden. Maar hoe is die nou? Ja, met mij gaat het goed, dus hè. Met jou. Een tijdje geleden dat ik gestreamd heb. Ik denk anderhalf week. Veel te lang natuurlijk. Een zaklamp en op als het donker wordt, gelijk alweer. Die Dylan die was snel en chauffeur. Ik ga de muziek zo wat zacht zetten. Hier moeten we er 3 van hebben. Dan gaan we een keer in de middag live. Goedemorgen. Nou, het is al middag, Mels. Het is al middag. Even kijken. We nemen nog wat brood en wat water mee. Als ik hier... Ja, kijk. Water en nemen we er nog 5 van mee en brood ook. Is het geluid goed in, hè? Nog een nieuwe. Ja, het is middag, Mels. Even kijken, nog 1 minuutje erbij. Zo. Spoel even door. Ja. Even kijken, dat kan ik. Mijn. Holster, mijn bodycam en mijn steekvest aandoen. Gaan we zo even aanmelden in de porto. Zo. TDA. Porto systeem. Tarik, yo, alles goed Tarik. Even kijken. Of mijn headset goed op doen. Zo. Hoor ik net wat meer. Gaan we eens kijken waar we mogen gaan rijden. Even kijken, mails openen. Welkom allemaal bij de stream. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Dus ik hoop jullie ook. Ja, bij mij gaat het ook goed, Tarik. Dankjewel. Discord moeten we dan hebben. Tweedepolis. Dan moeten we Poestalk even aanzetten. Spraak en video. Poestalk. Dan gaan we eens even kijken. Eerst even in een porto 3 en dan moet ik dit weghalen. Ik zie heel even de chat niet. Zo, in niet. Moment, even wachten. Even kijken, die moet ik kopiëren. Plakken. Hoppa. Ja meneer, vertel. Ja toch, dus ik moest vragen waarom mijn VOG is afgewezen. Dat moest ik van iemand vragen. Wat? Mijn VOG is afgewezen. Ja. Dus ik moest vragen aan een agent waarom. Dat moet je niet aan mij vragen, ja. Misschien weet hij dat. Ik moet toch gewoon vragen toch. Meneer, dan gaan we je straks even helpen, ja? Waarom heb ik... Hier, heb je Walter Weiss ID-kaart? Waarom heb ik een Walter Weiss ID-kaart? Yo, ja, het begint gelijk goed. Ik die auto te krijgen. Yo, yo. Thijs, heb je Walter... Geen idee, maar ik heb Walter Weiss ID-kaart, dus heb je die alvast? Zo. Yes. Yo, geen goed. Idee hoe ik daar aan kom. VB, hallo.
Luister, hij is helemaal verslag genomen voor dat. Ik weet niet, wat wil je bereiken? Je wilt toch gratis terug, man? Ja. Ik kan niet zeggen dat je dat... Maar ik ben niet eens veroordeeld. Dat je het voertuig daar niet bij betrokken is. Vorige keer ben ik daar... Je belt mij. Eline, hallo. We hebben een bellen. Julian, even snel opnemen. Ja. Karim. Goeiedag. Ik ben nu live, man. Hallo. 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 Oh ja, klote poesetalk. Ja. Hallo. Hoi. Kom ja, pas. Ik wilde net in dienst gaan. Ik ben nu live. Ik ben lekker aan het livestreamen. Dat kan toch niet. Ik moet gewoon een inbaatsel doen. Dat vinden de kijkers ook wel leuk. Ja, kunnen we dadelijk wel even doen. Ja, ben je live daar? Sowieso. Ja, ik ben nu live. Ik wilde me net aangemelden in de porto. Wat zeg je, ik ga erin van de deur? Hm? Zeg je, ik kom er zo weer aan? Ik heb geen idee. Ik ga sowieso even bij dienst kijken. Kijken hoe het is. Of het druk is of niet. Dan gaan we dadelijk een potje worden. Dan moet je maar een vaartje waar zo door. Ja, dat is helemaal goed. Oké. Ik wil een marktje zijn. Dat was Julian. Even kijken. Hè. Porto 1. Hier zijn we. Vergeet niet te liken. En abonneren mag ook altijd. Vind ik hartstikke leuk. We gaan keihard de laatste tijd. L95 status 0. Yes, welkom in de dienst. L95 heeft die enige specialisaties. De Unmarked en de SIF. Ja, dan ga ik even kijken voor je. Voor wat. Mag je sowieso op de 21 nog 4 gaan rijden? Ga ik even voor je voeten kijken. Unmarked, kom op. Unmarked. Doe je pronkelijk een 0 te weinig, dat kan ook. Wat zei die nou eigenlijk ook alweer? Wat zei, welke nummer moest ik aannemen? 04. 04. En de Unmarked natuurlijk. En ik heb al een Unmarked rijden. Godsamme. Ja, maar dit Ja, dan mag je... Ja, ik weet niet, sorry, je mag op een SIF. Nee, geen SIF, dat is fijn, man. Nou, dan mag je op een B-klasse, toen ja. Mag je nooit op. Is goed. Yes, oh, je bent bodyca. Ja, daarom SIF, snel is weg. Is goed, lekker een B-klasse hier of toe aanpakken. Ja, precies. Ik laat wel weten als je kan switchen, ja? Ja, dank je. Yo. Oké. Dan pakken wij voor nu nog even de B-klasse. 0 te weinig mag. En als jullie jullie kunnen kiezen tussen B-klasse, Vito of de Touran. Dus jullie daar mogen jullie uitkiezen. Gekko power! Ja hoor, alles goed gedaan. Ik heb vannacht maar 5,5 uur geslapen. Ja, dat is niet best. Dat is, dan ben ik kapot. Jan Bakker, wat stuurt hij? Wat is dit nou weer? Oké. Ja, dat doen we een andere keer wel. Even kijken, dan ga ik maar even snel. En dan kunnen we echt gaan rijden. 04 zeiden ja, de 04. Mijn naam is Younes. Dus Touran e-mailadres. Oké. Jee, punt. Kwam omdat ik in een call zat op deze... Ja, ik ook, man. Ik was gewoon in slaap gevallen uiteindelijk. Wat is boeven als politie? Oh, heb ik dat verkeerd? Ja, ik ben ook echt een amateur. Jezus. Oh. Kijk, nu heb ik het aangepast. Ja, ik ben ook al amateur. Kijk. Zetten we dit weer even hier neer. Nog meer commentaar. Even kijken, we rijden op de B-klasse. Boeven als politie. Ja, we zijn boeven als de politie. Even kijken, tweede keuze is de SIF. Ben je moslim? Nee, man.
bij helemaal niks. Yo, handig op de... Is er niemand in of wel? Is er niemand in? Nou, laat maar even staan. Ik ga even snel mijn dingen aanzetten. Knooit. Ja, Sven, ik kan niet alles, hè. Je weet, ik ben een amateur. En dan blijf ik. 12 kijkers. We gaan lekker. 13. Zo. 8 likes. Vergeet niet te liken, hè. Gaat het? Ja, goed man. Met jou? Ik heb nog nooit gezegd dat het slecht bij me gaat in een stream. Maar jullie kunnen ook even kiezen welk voertuig ik moet gaan rijden. B-klasse Touran of de Vito. Dit is de B-klasse. Ik ga mijn overleven van Discord even aanzetten. 1-2-3 staat 6. Is de brug. We hebben net de persoon aangetroffen zonder vliegbevet en die is op een locatie geland waarin hij hoort te landen. Welke straffen zou ik deze persoon uitdelen? Toevoegen, telepolis, hoppa. Even voor je kijken. Zo. Wellicht kan de 1283 je daarbij helpen. 1283. Ja, bij mij gaat dat altijd goed. Verband, vliegbuffet en verkeerd landen. Kan jij dat eens spelen? Oké, 1 op de Vito, 1 op de B-klasse. We gaan even kijken wat het meeste komt. In principe, als hij een vliegbuffet zou hebben, zou het een struik zijn. Maar als die er geen heeft, gewoon boete uitschrijven voor vliegbuffet en helikopterbeslag mee. Het is een doorop. Dan die beslag mee. Begrepen. Wat heb je daarbij, Hans? Maar B-klasse is ook goed. Ben je alleen politie of ook Daisy? Nee, ik ben alleen politie. Dus welkom in dienst. Heb je enige specialisatie? Nee, heb je alles? Pak een dikke Touran dan. Oké, 1 Touran. 1 B-klasse. Vito is traag, ja klopt. Waarvoor? Ik ga op 08 gaan rijden en rijden. Oh shit joh. Allemaal op, alsjeblieft. Of, nou, u mag op een dirtbike gaan rijden voor mij. Stopteken. Oké, we blijven op de B-klasse. Mag me zo even ergens aan de kant zetten, oké? Oh, oké, okay. Ja, nee, is goed hoor. Ja, fijn, dankjewel. Ja. Ik denk dat hij het niet doet, dat is goed. Snelheid, sorry? Snelheid. Snelheid? Ik geef wat uit. Maar kom, we gaan het zo meteen allemaal bekijken. Nee, is goed, ja, prima. Hey, Nightbot, doe dat eens, jongens. Maar ik denk dat de link is verlopen, denk ik. Ja, ik ben er na een lange tijd. Nou, ik ben er ook weer na een lange tijd. Maak een poll dan. Hoe je dat kan pol maken. Hele goede dag. Goeiedag. Nou, eigenlijk het enige wat ik wil zeggen is stap eens in, zet hem vast op de snelheid die mag en probeer eens te rijden en kijk dan nog eens wat voor boete ik dan ga krijgen. Nee. Want dan maak ik heel veel lawaai. Deze auto spint enorm. 02, dus ik kan hem vastpin op 80 of 60. Dat 2 gebrugd. Ja, staat de telefoon met Douwe, die zit een koppel periode van dat hij termiet hoort. Ja, ik snap wat je bedoelt, maar het is wel gewoon te hard. Of je rijdt een versnelling lager, dat kan ook. Wil ik graag misschien bij in deze richting uit. Nee, u heeft ook gelijk. Start. Ja, als mijn auto een klote lawaai maakt hij sowieso. Ik ga ik niet harder voor rijden. Nee, precies. Dus daarom. Ik ga er wel gewoon ik ga even kijken of je waarschuwingen hebt ofzo. Zou ik even je rijbewijs willen zien en dan ben je weg vervolgen. Is aangehouden. Nee, is prima joh. Even kijken hoe wat. Heb ik dan beschikbaar een nog rond de juliër? Even kijken meneer. Ja, 02 kan nog. Ik ga nog.
Ja, dus je 02 mag richting juwelier. Tevens 04 mag ook richting die kant uit. Oh, ik hoor dat een... Ik heb als te plaatsen. Je moet even een melding rijden. Blokkenpar. Hier, alsjeblieft. Waar ben je onder controle? Fijne dag nog. Yes. Super. Hey, hetzelfde. Heel. Kijk, de richting juwelier. Ah, het gaat weer regenen. 03 staat de 7. 03 geeft bericht. De persoon van de dodo is te voet aan het vluchten. We zijn op dit moment de achteraan aan het gaan. Het is een off-road voertuig deze kant op. 08. Ben jij beschikbaar? Jezus. Ja, maar ik rij nu achter de persoon van de juwelier. Ja, dat is vernomen, dus twee, zit jij in de achtervolging daarvan? Positief, met Bart. Goeiedag. Sorry. Goeiedag, meneer. Ah, hey, ik hoor het al. Jij bent het niet. Oh. Begrepen. Oh. Waar is de locatie? Geef jullie even Bart Porto 08 en 02. Ja, daar kom ik net maar bij. Nou, we gaan we verder. Jezus, 17 kijkers alweer. Gaat lekker hoor. Ja, via Nightbot kan dat. Sven, ik ga jou een keer inloggen op mijn Nightbot en dan mag jij dat allemaal voor mij gaan doen, want ik snap daar helemaal niks van. Ja, maar off-road, ja, ik kan sowieso niks met een off-road voertuig. Dan gaan ze off-road en dan kan ik niks meer. Even kijken of we wat mooie meldingen kunnen rijden. Ja, er is alleen een GPS nodig bij Westpols, illegale motor, goed, maar ik weet niet of daar al iemand dat ze op aangestuurd, maar... Kijk, we gaan op staat 1. Ewa Younes, hoe gaat het? Lekker man, met jou? Kijk, wat een groen licht was dit in één keer, joh. Even kijken op mijn telefoon. Ik krijg wat appjes binnen. Staat op 7. Geef bericht. Pak of... Nee, ik heb geen off-road specialisatie. Of we erbij willen hebben bij de achtervolging. Hoe 4 kan jij tijdelijk op off-road gaan rijden? Ja. Ja, is vernomen. Oké. Okay. Kijk, als het gevraagd wordt, dan, dan mag dat natuurlijk. Richting telefoonzaak. Overrood, blijf je? Ja. Ja, ik ben nu onderweg. Heeft hij nog een vuurwapen op zak? Ik ben onderweg. Hou daar echt rekening mee. Sorry. Richting TDR Polis zijn we aan het rijden. Kan je huidelijk... Hoe lang blijf je nog live? Ja, ik ben net live, dus... Klote hek, ga open. Ik ben net live, dus ik denk dat ik nog wel even live ben, ja. Dus ik mijn baas even raadplegen. Is goed, top, helemaal top. Ja, misschien hebben ze het zelf opgelost, maar... Allemaal ook. Goed. Binnenkort het korps komen versterken. Ah, kak, ben van de motor. Oké, ik ben onderweg. Jullie locatie, alsjeblieft. Ja, ik denk dat ik kwijt ben. Waar rijd je heen? Richting Tendi. Vierde berg. Vind je ze vliegen met mijn auto? Ik heb hem niet in beeld zo. Ik rij ook wel even wat wegen langs en dan kijken of we daar tegenkomen. Even kijken, hoe lang blijft nog live? Yes, gezellig, oké. Okay. Ja, als ik zeg maar, als er een melding komt, dan ben ik altijd even gefocust op de melding. Jezus, wat een lawaai. Oh,
even kijken of ze hier tegenkomen. Ik ga even mijn voertuig. Oh, even kijken, een Amarok. Logisch, ja. Ja, anders rijd ik tegen een boom op. Dat wil ik ook niet hebben. Wat is leuke Kamar of normale politie? Nou, normale politie. Want op de Kamar, met de Kamar sta je meer. Ik sleep iedereen weer terug naar de normale porten. Ja, is vernomen, dankjewel. Bij de Kamar sta je echt op een post zelf. En dan sta je daar stil auto's te controleren. Is eigenlijk alleen maar hetzelfde. Je krijgt echt meldingen binnen. Mike? Wat? Nog, ben jij beschikbaar om een dodo richting het vliegveld te vliegen? Voorzitter, hartstikke fijn. Als jij locatie stuurt. Is Sandy Airfield groter? Wat? Zoals Henk, die met ook veel op de chat. Laatste locatie. Op de chatlet, ja. Als je naar het vliegveld kijkt, op de weg staat hij links op de weg. Ja, Henk houdt de chat ook wel lekker in de gaten altijd. Zodra er een melding is, dan zijn we gefocust. Ik denk dat dit van dezelfde persoon is. Lucas, Dodo. Die werkt tegen een paal. Maakt niet uit. Nou ja, autocorrectie is irritant, ik weet het. Ja, soms is het wel fijn. Als je uk of diep, dan maakt jullie ik van dat. Kijk. Dat soort dingen zijn wel fijn. Meneer Gromp, nou, prima, rij maar door. 04. Ja, geef bericht. Kan jij richting de laatste melding gaan in verband met het gestolen voertuig? Ja, is vernomen. Even kijken, laatste melding. Die kant op. 90 likes. Vergeet niet te liken. En je mag ook altijd abonneren. Dat zou ik hartstikke leuk vinden en waarderen. Wie zijn er ooit van Henkse stream hier naartoe gekomen? Ben ik wel benieuwd naar. De 2102 gaat stappen 5 bij deze. Zet maar dan even Henk in de chat. Nee, ik word niet vaak ontvoerd gelukkig. Maar kom maar, zie je bijna nooit op controleplek. Nee, ja, dat vind ik ook wel tegenvallen eigenlijk. Ik weet niet wat ze doen allemaal. Bank. Ja, ik ook. Even kijken. Goeiedag. Dag meneer. Kunt u mij horen? Nee, ik hoor je niet. Hey, wat Younes, gek. Oh.
Alles goed, Henk? Of Joe? Ja, als we het over Henk hebben, dan komt hij nog. Dan is Henk, ik ga je ook nog even een mod geven. Kijk, alsje. Sowieso, Noah. Doe je goed dan, mod bij Henk? Jazeker. Meneer, hoor je mij? Ja, jij hoort mij wel. Dat is gek. Wacht. Ik ga eens iemand bellen, kijken of hij mij hoort. Of ik hem hoor. Yo. Hey, Younes. Hoor je me? Jij hoort mij toch? Hallo, Younes. Hallo. Ja, ik hoor jou. Oké. Okay. Nee, ja, want ik heb hier iemand staan, die hoor ik niet, zeg maar. Oh. Dus ja, ik dacht even kijken. Dan moet ik even tegen hem zeggen dat hij moet knipperen. Ja, ga ik ook even tegen. Best wel wat mensen nu in de stad hebben er last van. Ja, klopt. Maar ja, is goed. Je mag vandaag wel een keer... Ik ben nog jaloers op jouw Ferrari. Je mag vandaag wel een rondje rijden. Ja, top. Is goed, dan bel ik even af, ja? Oh, is goed, hoi. Yo. Moet jij even knipperen, man? Politie en recherche. Ja, hij gaat knippen. Henk, kom ook even in dienst dan. Gaan we samen rijden. Oh, je bent aan het werk. Ik ga weer moeten werken. Joejoe. Ja, als je 14 bent of 15, dan mag je gewoon werken, hè. Ik werk al vanaf mijn 13 ben. Ja, ik heb een Ferrari 488 Pista heb ik. Zoiets start niet volgens mij. Ga even een rondje rijden, kom ik zo terug. Oh, kan ook, ja. Wat is hier gebeurd dan? Dit ga ik wel even confisceren, want anders kunnen mensen hun job niet doen. Zo. Even mijn zakje steken. Kan je straks laten zien? Ja, ik laat hem zo even zien, ja? Over 2 weken, 3 weken en 2 dagen mag ik ook werken. Lekker vaak supporten halen dan. Ja. Je kan ook wat beters met je geld doen, hè, in plaats van sporters. Lekker sparen. Wat? Er is iemand uit. Waarom is het gewoon nu lid? Moment. Geannuleerd. Wacht, kan ik in het voertuig? Ik kan er wel in. Wil ik maar even wat verder weg. Zo. Staat hij wat beter. Waar ga je werken dan, Noah? Doen is de ANWB. Nee, ik ben zeker geen AMB. Ja, goed, tot zo. Nu hoor ik je. Yo, hi. Yo, ja, ik was even die bus aan het fixen hierachter. Ja, hij deed het niet meer. Nou ja. Apart. Nou, vertel. Je had een melding gemaakt. Ik had mijn busje hier neergezet en in één keer ik zie iemand instappen en die rijdt gewoon weg. Wat voor maar busje? Hij staat vlak... Ja, het is een wit, wit maar... busje. Ja, wacht. Zet locatie en dan gaan we erheen. Ja, hij staat langs de snelweg. Ja, ik heb de locatie laten staan. Stap maar in. Staat hij stil? Ja. Oké. Okay. Gaan we even die kant op. Misschien dat de mogelijke dader erbij staat. Ik denk het niet, hij staat al een tijdje stil op dezelfde plek in één keer. Ja, precies. Of misschien is hij helemaal totaal los, kan ook. Oh, dit ding gaat harder of zo nu. Ah, oh, nee. Toch
Dan door iedereen verstandig. Nee, ik weet niet. Hij is deze kant op gereden, heeft hem daar op de weg gewoon achtergelaten. Ik denk dat hij verder te voet is gegaan of zo. Maar er staat politie op in het gras. Wat? Daar ik even kijken. Ga ze rechts rijden? Ooit gehoord van rechts rijden? Godsamme zeg. Ja, als ze op de linkerbaan zitten chillen hier. Ja, dat is niet heel handig. Is dat bij de kamarpost? Is het een grijs busje? Witte. Ja, wit grijs. Ja, kijk, hey, daar staat die zag ik net ook staan, ja. Ja, dat is mijn bus. Oh. Ja, die heb je hier tegengehouden, denk ik. Wacht even, hè. Heb je mij niet? Goeiedag, kom maar. Hallo? Hoort u mij? Ik weet van niks. Ik denk dat Jerry kan als zak. Hallo? Je hoort mij niet. Hi, wie? Hallo? Hoort u mij? Dat kan maar horen, denk ik. Over de aan luisteren 1, alsjeblieft een status check. Ik heb 0 beschikbare 1-1. Zo ging net bij ons ook. Lekker. Meneer de politie gaat het, hoort ja, u mij? Ja, ik hoor jou. Okay, hij top. Moet even knipperen. Ja. Maar dat busje, hebben jullie daar nog een persoon bij gehouden? Nee, de persoon die heeft een procesverbaal gekregen. Dat is de persoon hier. Goeiedag. Procesverbaal voor gekregen. Goeiedag. Welk voertuig gaat het? Ja. Gaat om dat busje, ja. Ja, maar de eigenaar is er al, dus hoeft niet meer. Ja, dat ben ik. Maar ik weet niet of het kapot is, moet je even kijken. Ja, ik ga even kijken. Ja. Oh, is dit de eigenaar? Meneer, wat voor procesverbaal is dit nog gestolen voertuig? Hallo. Ja. Ben je mij nu, of niet? Oké, dan kan er nog een procesverbaal bij. En misschien wel aan. Maar, hey. Oh, okay. Hij is nog heel. Bent hij aan? Ja. Ja. Hey, staan blijven. Ik ga straks aangehouden worden, denk ik. Staan blijven. Heel snel komen nu. Ik ga je tackelen. Ik ga je tackelen. Staan blijven. Ah. Ah, meneer, waarom? Mijn taxi komt er toch aan. Ja, maar waarom reed je überhaupt weg? Ik was aan het bellen, je moet dat toch niet horen? Ja. Yep. Oh, ja, zie ik. Kijk, ja, ik stond geparkeerd bij de aanhangerdepot. En die man stapt in mijn auto, die rijdt zo weg. Hm. Ja, heeft u uw rijbewijs terug? Mooi. Ik zie dat het van u is. Ja, u kunt voertuig wat mij betreft meenemen. Ik weet niet of de politieagent er nog iets mee wil doen. Ja, ik word gewoon gebeld! Ja. Ja, dat is hartstikke leuk voor je. Ja, hartstikke leuk voor je. Meneer van de busje. Ja? Wil jij aangifte doen? Want anders geef ik hem nog een dikke print en dan kan hij weggaan. Oh, dat mag zeker. Ik heb een hekel aan mensen die mijn spullen meenemen. Oké, dan ga ik dat doen. En dan wens ik jou een hele fijne dag verder. Super, dank u wel. Yo, even snel chat lezen. Jij kan ook, ik heb rond de 4 jaar gespaard. Ja, oké. Politiedienst draaien met de bus. In de bus. Hey, ja, ook lekker. Wacht even, even chat aan lezen. Meneer? Ja, kom goed. Oké, top. Hey, joh. Beetje klaar met sparen, ja. Ik snap het. Ja. Abij plukken. Yo, Vince, alles goed, Vince? Ik was aan het remmen. Ik was aan het remmen. Ik dacht, ik ga weer naar buiten, is goed. Ik ga veel plezier. Deze man is lichtelijk meneer. Ik weet niet wat er net is gebeurd. Ik ben ook aangereden. Ja, 0-3 kant uit. Verstaan we, denk ik. Ja, we staan op weg. Ja. Dank u. Staat stil. Even kijken, hè. Kan je zo zien. Ik heb wel hard geschoffeld door jouw auto, trouwens. Maar ik zal nu niet meer praten. Niet meer doen. En jij even je kleding aan gaan passen, man. Jongen. Waarom een Lacoste t-shirt is toch mooi? Nee, die moet je even aanpassen. Ja? Fijne dag nog. Doei. Fijne dag. Zo, dat was hem. Jezus, wat een lek soms, joh. We mogen daar niet samen doen. Als er komt licht op mijn beeld. Huh.
Ja, let's go. Ik ben net van de brug gevallen, hoe dan? Hoe ben je nou weer van de brug gevallen? Opko, kan jij het overnemen? En niemand ja, komt. Ik heb geen idee waar het over gaat. Even kijken of we die toeren daar nog zien staan zo. Waar is mijn flesje drinken? Oh jee. Zo. Ja, ik heb soms wel wat lag. Ik weet niet hoe dat komt. Dat heb ik echt nooit. Misschien OBS of zo. Onbemand voertuig. Dave, is die nog in dienst? Ja, en 5M natuurlijk, hè. Ja, dat snap ik ook wel. Als je van de brug bent afgevallen, dan ben je niet in mijn chat, denk ik. Ik ga even een status 6'je gooien. Pieter! Lavantelia Polis, Marius heeft het ook soms. En toen hier. 2 en 08. Je kan gewoon veilig landen. 04 heeft bericht. Ik heb hier langs de snelweg het voertuig van Dave staan. Is die misschien nog bereikbaar? Hoi Dave, kom eens uit. Hier 05, ik ben gecrashed en ik lig op de weg. Dus in principe kan ik praten. Ja, oké. Okay. OC aan de 03, Benny. Geef bericht. Ja, via de status als je wilt. Hier is allemaal goed. Oké, dan gaan wij ook weer verder. Even kijken, ja, klopt. Ligt echt aan 5, hè. Want ik heb ook gewoon een goede PC. Maar zoveel mensen op een server, ja, dat kan niet altijd goed gaan natuurlijk. Hey, we hebben een abonneetje minder, dankjewel. Nee joh. Nou ja, dat ga ik even doen. Hallo! Hey! Ja, Ozan, ik zag het nog voordat verwijderd werd. Yo, Ozan. Alles goed? 05, bedankt voor het dienst. En 01, bedankt voor het dienst. En nog een fijne middag. Kom uit. Ja, geef bericht. Als je wil, mag je op een A6 rijden. Negatief. Ik ga niet op de A6, dat is zo saai. Zo. Ja, met jou. Met mij gaat het goed. Je bent ook lekker in dienst. Oh, ze moet uitkomen. Als je wil, mag je op mijn stift. Kijk, maar wat mooi man.
ademen binnen zijn. Alle eenheden mogen aanrijden, dat gaan ze doen. 1203 status 7. Eenmaal achtervolging van een Golf R MK7 met een mini-AK op zak. Op locatie vliegveld. Oké, dan ga ik een paar meter slepen. Een grijze Golf, op naam van de persoon die we net zijn doordrumpenslag hebben genomen. Het gaat om Jean-Pierre. Naar eenheden beschikbaar die A6 specialisatie hebben. 04. En 04, dan ga ik hier dus steken. Even snel een A6 aan. Op het vliegveld. Ja, ik moet nog een A6 gaan ademen. Kan iemand het kloksysteem inzetten? Oh, we hebben eigenlijk toch zijn naam al moeten nemen. Of niet, kaart. Ja, geef bericht. Kutlek, jongen. Ja, zou jij een shit hebben voor een noodpunt van mij? Waar staat daar? Een groene. Een zwarte Volt MK7 met een shift die kan koppelen. Geen shift, er zijn wel twee, één dirtbike en twee zware motoren. Zou je die twee zware motoren naar koppel Rio 3 kunnen sturen? Yes, komt eraan. Daar rijdt hij! Er rijdt de rioolsystemen binnen. Ja. Oh, motor achter. Ik weet niet waar hij heen is, man. Oh. Is jullie locatie? Locatie. Een rioolsysteem bij tweedehands is hier gegaan. Ja, dan gaan we even afsluiten. Persoon gaat om Jean-Pierre. We hebben net een dodo. Doet je motor hier? Waar in het riool rijdt hij, denk je? Om wat voor voertuig gaat het? Het is een soort, een beetje een beige kleurig MK7 op de naam van Jean-Pierre. Waar is die heen gereden? Richting helipads. Richting helipads op dit moment. Actie. Waar kan die zijn? Die zit er toch vast? Dat was niet de bedoeling. Stand is test. Alle eenheden aanrijden bij de noodknop gaat van Sanchez richting staf. Twee personen mini AK. Of een Scorpion dus. Deze die koppelt af naar laatste noodmelding. Staat de 6. Geef bericht. Ja, rond welke omgeving moeten wij zoeken naar de MK7? Persoon zijn we kwijt, dat kan overal zijn. Ik maak hier voor alle eenheden richting de noodknop. Het gaat om een Sanchez, twee persoons met een Scorpion. Oké, ik ga weer terug naar een Marokko. Rond welke omgeving kunnen wij gaan zoeken? Het is onbekend waar die MK7 momenteel heen is. Het ging in ieder geval om een beige gekleurde MK7 met compact rifle erin. Ja, het is dus om de naam Jean-Pierre. Je kan hem opzoeken in het mailsysteem. En kijk even alle voertuigen naar. Ik ga op zoek naar die voertuigen. Beige MK7? Positief, met een kentekenplaat. Ja, dan is die zojuist is die weer terug het vliegveld op. Kom maar, heeft iemand nog zeggen? Vliegveld, zei je?
Ja, klopt. Dat is de status 2 richting 4 kant. Enige signalementen? Nou ja, het enige wat ik heb gezien is toen ik de dingen afreed dat er een bergje MK7 terug het vliegveld op reed. Let even op, mocht je hem zien, wacht even op meerdere collega's. Benader het voertuig niet alleen. Ja, hij ging erop bij de ingang van de parachute. Duidelijk. Als één eenheid heel even naar de mechanic zou willen gaan. Hij was samen met een rode auto. Een rode auto. Ik zag wel een PostNL bus nu het vliegveld oprijden. Nee, ja, daar rijdt, maar die MK7, wat ik was, we kregen die andere noodmelding, dus ik reed af, toen kwam hij er weer op. Ja, oké. Okay. 1906 bij de mechanic, geen MK7 aangetroffen. Even een keer actie niet meer terugvinden. Eet er nog een 3 status 6 voor 1228. Geef bericht. Ze wisten van het chatje. Ik heb van hem aangetroffen bij de locatie waar we zijn dodo hebben in beslag genomen. De facted G-Wing. Je zit lekker te kijken. Misschien een idee voor een koppel hier achter te laten. Positief. Blijf heel veel bij het voertuig, mogelijk komt hij daar nog terug. Oké, we gaan weer terug schakelen. Is bij de mechanic buiten het vliegveld daar ook geen MK7 aangetroffen. Staat 6. Ik heb recht. Vliegveld is afgezocht, maar hij is niet meer aangetroffen. Begrepen. De persoon in kwestie heeft enkel een G-Wagon en een LaFerrari buiten die groep. Steeds geen markt beschikbaar. Wat jammer dit, joh. Wat die auto dan allemaal? Van plaats zijn. Ja, man. Goeiedag. Goeiedag. Meneer in de Audi, wat ben je aan het doen? Ja, ik was aan het praten met deze jongen. Ja, je bent nog steeds aan het overleggen of zoiets. Oké, okay, nou let even op je regendag, hè.
Ja, ga ik doen. Nieuw. Yo, yo. Rondie F. Wat 68 staat te doen? Goedemorgen, heb je enige specialisatie? Ik heb de off-road, de motor en de markt ook. Mag je de 2102 aannemen en voor nu rijden op een noodoproute? Ja, 0202 tot op, dankjewel. Goeiedag. Goeiedag meneer. Alles goed met u? Met mij is alles goed, ja. Met u? Ja, gaat goed hoor. Even reden van staande houding. Is voor je ramen. Die zijn nogal, nogal donker. Die zijn gewoon pikzwart. Dus ik ga even om een rijbewijs vragen. Kijk even of dat... Bekeuring? Rijbewijs vragen, zeg ik. Ik weet niet waar je bekeuring vandaan hebt gehaald. Oh ja, dat verstond ik, maar dat is dan verkeerd. Dat is heel verkeerd verstaan, ja. Ga even snel kijken. Hey. Ja, alles goed, Joost? Is Joost in de stad? Nee. Wacht, was jij gisteren koppel met Joost? Nee, ik ben aan het body streamen, dus. Wat zei je? Ik ben aan het body streamen. Oh! En Joost is bij jou. Ja. Aan het kijken. Oh, kan je vragen of je lekker gisteren lekker heeft gegeten? Joost, heb je gisteren lekker gegeten, jongen? Kijk, geboortedatum 2106 gaan staan, dus 5 uur komt het stadsprobleem over. Ja, dat is genomen. Bedankt voor je dienst en nog een fijne middag. Dan ga ik je wel even een uur de tijd geven om je ramen te fixen. Is dat niet gedaan, krijg je een boete. En is dat dan nog een keer niet gedaan, krijg je een WOC-status. Oké? Ja, is goed meneer. Ja. Ga ik dat er even inzetten. Nee. 06 Douwe, jij mag de 2102 aannemen en koppelen met de Ronnie. De beide 2106 ging staan tussen 5 over. Oh, beide. Oké, dat is genomen. Even kijken, ben je WM5? Even kijken, je krijgt tot 3 uur de tijd, ja? Ja, is goed. Hoeveel deed jij weer over? 24, 21. Negatief, bijna. Het is genomen. Om. Dan mag de 02 richting de winkel overval samen met de 07. Het is genomen. Genomen zat stil. Zo. Ja, we krijgen je rijbewijs terug. En dan zie ik je verder nog een hele fijne dag. Ja, fijne dag nog. Ja, top. En als je erbij een agent hebt, of ja. 08 Bart, jij mag ook. Ik ben gewoon waarschuwd dat we daar.
Ja, als het goed is, dan is het fixed en anders niet. Joost heeft nog niet gereageerd trouwens. Oh, dat is wel jammer. Ja, vind ik ook wel jammer. Ah ja. Even twee lands checken, snel. Hey joh, wat een gek. Wat een gekke. Hallo collega. Hoi. Dadelijk werk. Ik ben er weer. Yo Tarek, alles goed met jou? Met mij in ieder geval wel. Voordat je dat vraagt. Yes, ook bedankt voor het overnemen. De OVD staat weer op luisteren. Ja, alsjeblieft. Ja, maar zijn niet genoeg eenheden in dienst? Ik heb al gevraagd voor Inmarkt, maar hij zal me dadelijk laten weten. Mooie Brabus. 075. Als we hem even inladen. Kijk. Hoeveel eenheden zijn er? Negen. We zijn met 9 man in dienst. En daar rijdt al Sif en zo en een Inmarkt rond. Daniel, hallo. Of yo. Nissan GTR kopen. Er staat niks bijzonders op. Ik weet niet heel veel meer nu. Dit is mijn eerste bericht op YouTube live chat. Nou, fijn dat het bij mij is dan, hè? Nee, welkom. Het werkt in ieder geval goed. Solliciteer voor DSI. Ja, dat, ik probeer elke keer het solliciteren. Yo, voor DSI. Ik doe mijn best, maar ik word niet zomaar aangenomen daar. Hierin drukken. En dan even slash daily even doen. En dan naar mij geven. Een nieuwe. Oh, dat mag niet, meneer de politieagent. Nee, dan ga ik zeker geld mee overmaken. Nee, nee. Ja, dat maak ik dan over, maar dat hoeft niet. Maar dat mag ook nog, politieagent.
Wat zei Oh, zo verdient hij wat bij tussendoor. Voitjes. Zo verdient hij wat bij. Nee, nee. Voitjes, zeker. Nee, zeker niet. Hebben jullie net een melding gemaakt hier, of niet? Nee, man. Ik kreeg een melding. Maar daar verloopt het wel gewoon een bodybag. Midden op het kruispunt. Oh, dat is Ambul geweest. Ja, midden op het kruispunt ligt een bodybag, man. Oh, ik zie hem. Ik ga even kijken. Ja, is goed. Het is wel lekker druk, ja, nee, klopt. Nee. Loop Voice zit ook zo kloten bij jou? Ja, af en toe wel, ja. Kun je ook solliciteren voor staf? Ik denk nu niet, maar het zal vast wel een keer kunnen. Specs zijn, ik heb een i7-9700 met een 2070 super, ik heb 16 gig RAM, moederbord en zo, dat weet ik niet, 700 watt, meer weet ik niet. Nou, het is niet heel leuk nu deze dienst. We kunnen ook Warzone gaan spelen, dat is ook wel vet. Moet Julian? Wow. Ja toch. Wouter. Goedenavond. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoor dan, gek geluid of niet? Ja toch, kom even. Ja toch. Twee dia's leuk. Oké. Nieuw 127 door rood, oké. Als er door is. Ze zijn echt kloten, die lag spikes. Ik ga door. Yo. Oh! Doei! Hier staat 7. Geef bericht 03. Hey, kijk eens wie we daar hebben! Ik zou extra koppel richting het vliegveld kunnen komen. De beste ANWB'er van heel Telia-Polis en omstreken. Waarschijnlijk van degene die net op ons Dus zo is het zeker wel. Je weet dat hij geduwd is. Oh, spullen, ja. Ja, ik wou het zeggen, ik zie twee auto's. 04, ben jij beschikbaar? Ja, ik liep even kleding veranderen. Mag ik die richting uit voor de status? Maar dit is de... Ja, ik ben net zat. Staat ze. Ik ga ook allemaal ondersteuning vragen. Kom eens uit voor de OVD. Kom op, politie.
Yes, kan je een paar koppeltjes sturen richting het vliegveld? Mogen we... Ja, dan nog. Ja, ik ga, als ze het zo rolen gaan, dan stop ik gewoon. Oké, okay, ik ga mensen sturen, heel verwacht. Ik ga even een rapport ook aan, ik kan me eventueel aanschrijven. Kut. Oké. Ik ga mee naar het bureau voor het eerder beschikbaar. Kom maar, de ondersteuning is niet meer nodig. Dank u wel voor de inzet. Eens begrijpen. Over deze hadden we, sorry. Internal 306. Ja, zeg maar. Ja. Zouden wij een wagentransportboek kunnen krijgen, een takelwagen? Hier was je al te plaatsen. 03 en 1. 04 04 kan je dan die richting uit met de sleepwagen. Ik ben gekust. Dat is vernomen. 05 mag jij sleepwagen pakken in die richting uit. Naast de melding. Even kijken, doet u het nog? Vernomen 05. Herab recht over. U mag een sleepwagen pakken richting de laatste melding. We gaan rustig. Begrepen. Terug naar het bureau. Dag. Oh, jongens. We hebben we... gecrashed net, jongen. Oh. Oh, lekker. Nee, we hebben onze dader van het eerdere Mini-AK-eventje. Ah, lekker, man. Ah, met zijn LaFerrari reed hij hier. We wisten dat hij het enige voertuig dat hij anders kon nemen was een LaFerrari. En nou, we zien hem rijden, rijden achteraan. En wanneer gaat eerst met hoge snelheid even weg. En dan stopt hij hier zelf. Hij wou in principe gewoon meewerken. En ja, hij gaat nu mee naar het bureau. Namelijk, in het laatste dashje, in het laatste bewijsmateriaal staat ook dat hij zegt dat hij Jean-Pierre is. Ja, 61, staat stil. En heeft hij hetzelfde. Welkom in dienst. Kleding aan. Specialisaties. Als daarvoor. Ja. Steve, ik heb ga even wat mijn bodystream wat laten zien. Ja, even ja, jullie uit, hè. Is hij er iemand in? Is vernomen, mag ik de 2106 gaan rijden? Ik ga voor het voertuig kijken. Alleen deze Amarok heeft geen politie sirene. Nou, geen mag u voor mij op een zware motor gaan rijden? Ja, top, ik wil gaan doen. Oké, ik hoop dat ik het bureau haal. 21036. Bericht. Ja, deze persoon van eerder dus aangezet voor mezelf LaFerrari. Is dit een reden genoeg voor de voertuig in beslag te nemen? We hadden reden. Persoon had eerder Mini-AK op ons gericht. En we ons neerschieten. Als je het hard kan maken, dan mag dat. Oké, okay, dankjewel. 1214 status nog met een koppelverzoek aan 01. Welkom in dienst, de koppelverzoek is goedgekeurd van dienst. Ja, oké, okay, ik ben er klaar mee. Ik ga de. Nee, ik ga dat niet zo doen. Het is ook een hele rustige dienst, dus ja. Ja, is welkom in dienst. Heeft u enige specialisaties? Bent u vuurwapendragend? Surveillance training. Mogen op de 2109 rijden en op een noodhulp. Nog 04, kom eens uit. Ja, geen bericht. U mag switchen naar de inmarkt. Ik ga net status 5. Dat is vernomen. Dat is klopt. Ik ben graag beschikbaar in de richting de vuurwapenmelding. Zware vestjes om, met ook een veiligheid. In ieder geval, ik stop de stream dan. Of tenzij jullie, hoe zeg maar, dat het wel mislukt die jullie hier. Maar, het lek in de stad is een beetje vervelend om mee te streamen. Dus ik hoop dat jullie dat snappen. En dan hoop ik dat het een korte, leuke stream was. Van een uur en 10 minuten. Een hele fijne middag. En, veel plezier nog met wat jullie aan het doen zijn vandaag. Ja, man, ik ga stoppen.
fijne dag. Ik moet eigenlijk ook werken, dus ja, daarom. Weet je wat het was? Ik had eigenlijk...